Fijn dat er zulke mannen zijn. Geloof jij in God dat hij jou kan genezen? Halleluja. Halleluja. Van de week zei ze nog tegen mij, van nou, ik ga mee en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Ze was eens een keer in de kerk geweest, maar ze had nog niet helemaal Jezus ontmoet. Maar weet je wat leuk was? Ik zag haar vanavond meezingen. En ik hoor, Heer, je bent op de goede weg. Oké, okay, wat wil je nog meer van de Heer Jezus? Ja, ik heb er geen ervaring mee, maar ja, ik vraag hem om mij te genezen. Te genezen, halleluja! Kon je niet doen. Oké, okay, dit even doen. Spreken. Kun je mij even optillen? Je hebt een dubbele hernia. Prijs de Heer voor. Wat gebeurt er? Ja, ze is ook een clown hoor. Ja. Ga samen ook met de circus beginnen. Prijs de Heer. Hoor je iets? Hoor je mij? Ja, hoor je. Oké, welke oor is het? Hier, wil je het andere oor even dichtstoppen dan? Ik wil dat je iets piept, dat je... Dit? Ja, ik hoor je houden, hè? Oh, ja. Hoor je mij? Ja, heel goed. Oh. Halleluja. Wil je hem even tillen? Hij is zo zwaar. Kom op. Ietsje beter, denk je? Of weet je het zeker? Je voelt hem nog. Oké, okay, Vader God, Heilige Geest van God. Ik dank u wel, nu op dit ogenblik, dat u alleen haar raakt van top tot teen. In de naam van Jezus zit ik gebied. Om elke last die je gedragen hebt, nu los te laten in de naam van Jezus. En geen lasten meer van mensen op je rug neer te laten komen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Halleluja. Dat gebeurt niet zo. Ja. Halleluja. In Jezus' naam. Nou, kom eens even. Red eens even heen weer. Ja, ik laat hem zo vertellen. Oh.
Halleluja. Straks nog meer voor je binnen. En ondertussen, ik heb hier 500 kilogram achter liggen. Schermen gaat even wat werk in de workout. En als je het dan weer voelt, dan moet je dat even zeggen. Voor het geval, ik ga het niet meer in doen. Goed zo. Niet meer erin doen. Niet te veel.